Hoe ziet de wereld er in de nabije toekomst uit? Zien we bijvoorbeeld over een paar jaar robots op straat? Een onderwerp dat alle grote denkers ter aarde jaarlijks in Davos bespreken. Met nog een paar andere onderwerpen natuurlijk. En vanuit onze provincie was deze hoogleraar van de partij een unicum. One of the robots that we built is running around in Schiphol Airport. And it's supposed to pick up passengers from one gate to the other gate. And it goes to that gate autonomously. So it drives around there. But when it sees people in front of it, it shouldn't treat them as objects that you need to go around. The robot must understand what a group of humans is. And it would be nice if it could see, well, it's a little family. Or this is maybe a group of people that seem to belong together. And then go around those people. Ja, Vanessa Evers, welkom. Hoogleraar aan de UT en u sprak hier op in Davos voor alle grootte der aarde. U zei, ik heb het zelf nog helemaal niet teruggezien. Nee, ik hoor mezelf nu voor het eerst mijn steenkolen Engels. Oh, dat is geweldig. Ik vind het persoonlijk wel meevallen hoor. Maar goed, wat was uw boodschap daar? Nou, het onderwerp op Davos was de Fourth Industrial Revolution. Dus de volgende industriële revolutie. En dat gaat heel erg over informatica, artificiële intelligentie, robots. En dus nodigen zo'n 45 wetenschappers uit en experts. En die wil ze daar graag over horen. En ja, ik was er één van. Ja, uniek lijkt me. Ik niet elk jaar gaan uitnodigen. Nee. Maar het was inderdaad een hele bijzondere bijeenkomst. Ja. Aan tafel ook Eelco Ehrenberg. Welkom. Dankjewel. Met u praten we zometeen natuurlijk over Enschede. Maar in Davos wel eens geweest? Nee. En nee. Op zo'n uitnodiging, zou u die willen krijgen? Ja, dat zou volgens mij fantastisch zijn om op zo'n mooi evenement als het World Economic Forum te mogen zijn. Dus die zou ik zeker aannemen. Het is uniek dat iemand uit Enschede daar natuurlijk naartoe mag. Hoe kom je daar eigenlijk? Wie nodig je dan uit? Geen idee. Ja, mijn naam zal genoemd zijn. Ik zat in een speciale sessie georganiseerd door Nature. Dat is een wetenschappelijk tijdschrift. En die hebben 4 mensen wereldwijd uitgenodigd. Ik was daar één van. Ja, heel bijzonder. We hoorden u net praten. Was u daar dan nog een beetje zenuwachtig voor? Is dat spannend? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar dit is opgenomen. Je zit in een soort studio-achtige setting. En er zitten eigenlijk niet echt mensen. Dat is een beetje bijzonder. Maar er waren, ik moest iets van 4 of 5 praatjes geven die dag. En dan heb je ook sessies waarbij gewoon de zaal vol zit. En dat is wat... Dat is makkelijker. Dan weet je wat mensen willen. Kan je een beetje zien waar ze vragen hebben en wat niet. Ja, bijzonder om te mogen doen. En dan is dat natuurlijk ook een enorm complex met allemaal bekende koppen ook. Heeft u een aantal mensen gesproken die op uw verlanglijstje stonden? Verlanglijstje. Ik ging er niet echt heen met een soort plan van hoe ik de wereld daar ging overnemen. Want ik wist niet zo goed wat ik daar kon verwachten en wat ik daar voor elkaar kon krijgen. Er waren wel een aantal... bedrijven die ik graag wilde spreken, waaronder bijvoorbeeld Philips. En ik heb ook iemand van Philips daar kunnen spreken. En Google, dus ik heb kunnen vertellen over het onderzoek dat we doen op de UT. Maar voor de rest was het gewoon als een groepie eigenlijk sommige mensen bekijken. Christine Lagarde was daar bijvoorbeeld, daar ben ik wel een beetje fan van. Ja. En Mark Rutte was daar, ik ben wel naar de sessies gegaan waar Mark Rutte sprak, gewoon om eens te kijken... Ja, hoe hij het daar doet. Prinses Maxima was er. Koningin Maxima was er. Okay, ja, correct. Ja, want daar gaat het natuurlijk ook wel veel over. Ik heb een aantal interviews met u gehoord, ook toen u daar was. Dan gaat het eigenlijk heel weinig over robotica, sociale robotica. En heel veel over de koppen. Is dat ook wat Davos doet? Ja, dat weet ik ook niet zeker. Het is natuurlijk een aparte mix. Want je hebt staatshoofden en daarnaast heb je... Ja, de allerrijkste of de grootste bankiers, de grootste banken, et cetera. De grootste acteurs, Leonardo DiCaprio, iedereen ja, zit daar. Dat dus het is een raar, aparte combinatie van de macht en het geld die bij elkaar zitten. Maar je ziet er in de wandelgangen wordt daar heel veel gedaan. Er was ook een hele grote sessie bijvoorbeeld op de vereniging van Cyprus. Mm-hmm. Nou, op de een of andere manier is dat dan toch mogelijk om in die setting dat bespreekbaar te maken. En daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook heel veel start-up bedrijfjes die daar contact zoeken met de grotere bedrijven om gefinancierd te worden of om hun ideeën te ontwikkelen. Het is een hele mix van mensen eigenlijk. Dus uiteindelijk zijn die grote namen dan misschien de aanjagers toch wel voor de inhoud? Ja, ik kan het ook niet zo heel goed inschatten. Maar voor sommige dingen heb je die mensen echt allemaal dus bij elkaar aan tafel nodig. Ja. En dat gebeurt daar. Nou, laten we even kijken naar de inhoud. Want ooit deed u deze voorspelling over robots. Oh god. Good morning, sir. Yet another on-time delivery from... Get the hell out of my face, scanner. Have a nice day. Ik denk dat
de eerste van dit soort robots beginnen over een jaar of vijf toch wel op straatbeeld te verschijnen. Je ziet nu dat de robot is de vuilnisman. Dat is dan misschien niet zo logisch. Die vuilniswagen kan gewoon een robot zijn en zelf dat ding pakken. Maar robots die honden uitlaten, robots die de post bezorgen, dat soort zaken zou toch wel moeten kunnen. Ja, Vanessa, ik zie u al druk rekenen. Wanneer was dit ongeveer? Ja. Nou, ik zal u uit de brand helpen. Januari 2013. Oh, gelukkig. Toch nog even. Precies. En u zei dus, over 5 jaar lopen die robots misschien wel in, bij ons op straat. Nou, we hebben nog 1,5, 2 jaar dan. Ja, we zijn al eind gekomen. En gaat dat ook echt gebeuren? Nou, je ziet nu al dat Amazon bezig is met pakjes afleveren inderdaad. Met drones hebben ze daar nog voor. Dat is wat anders dan in deze film. Hondenuitlaatdiensten. Weet ik niet. Ik heb wel ergens een keertje gezien, ook met een drone, dat is een lijntje eraan en een hond die daaronder loopt. Maar ik denk nog niet dat dat echt een heel goed En wat zijn dan de plekken en de toepassingen naast Amazon waarin het wel gebeurt? Anders dan bijvoorbeeld in 2013. Je ziet natuurlijk in auto's. Auto's zijn veel meer, zelfs 3 jaar geleden, autonomer geworden. De nieuwe Mercedes en de Volvo's, die remmen vanzelf als ze iemand zien, die sturen zelf bij. Je hebt het autonome karretje die in Wageningen gaat rondrijden om echt mensen op te halen en naar de campus te brengen. Dus daar zie je echt de robotische kennis eigenlijk in terechtkomen. En voor de rest zie je toch dat heel veel systemen steeds meer sensoren krijgen en ook steeds meer dingen kunnen. Die iets kunnen pakken of iets kunnen handelen of iets kunnen zien. Dus alles om ons heen wordt een beetje robotischer. Hey, u kent die ontwikkelingen natuurlijk als geen ander. Wat doet dat met de maatschappij? Ja, dat is een hele goede vraag. En dan ben ik natuurlijk geen ethicus of filosoof van huis uit. Dus ik zal niet de waarheid in pacht hebben. Maar wij zitten al heel lang hierop te wachten eigenlijk. En mensen zeggen al zo lang van ja, die science fiction, wanneer komt die robot nou? En mensen hebben ook een verwachting van. Dus er zijn een aantal producten waarvan mensen denken van, is dat nou nog steeds niet zo? Of waarom gaat dat nou zo moeilijk? Dus aan de ene kant heeft de maatschappij zoiets van, nou, we weten niet wat we kunnen verwachten. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Aan de andere kant zitten ze er eigenlijk al heel lang op te wachten. Dus eigenlijk een rare situatie waarbij ze heel veel eisen hebben aan die robotische technologie, maar ook niet goed kunnen inschatten waar het allemaal toe gaat leiden. En wij kunnen dat ook niet zo goed inschatten. Want bijvoorbeeld, wij ontwikkelen bijvoorbeeld een robot in de klas om met kinderen door lesmateriaal heen te gaan. Ja. Ja, gaan kinderen dan met een robot misschien een of andere band ontwikkelen? Gaan ze zich op een bepaalde manier anders gedragen richting zo'n robot dan naar hun klasgenootjes of niet? Dat moeten we allemaal uitzoeken. Allemaal grote vragen die nog een antwoord hebben. Ja. Wat denk jij, Helco? Nou, dit heeft de toekomst. Ja. Zeker, je ziet bijvoorbeeld ook in landen zoals in Japan, hè, dat je al restaurants hebt waar het eten wordt rondgebracht door robots. Dus het gaat gebeuren, maar hoe en wanneer, dat en maak jij je daar wel eens zorgen over als het dan gaat over werkgelegenheid? Denkt u dan wel eens van, betekent dat? Ik denk dat het met name een hele mooie aanvulling kan zijn. En ook bijvoorbeeld om de maakindustrie toch weer met veel meer hulp van robots ook weer bij ons te doen landen. Het is nu natuurlijk veel naar lage lonen landen gegaan. Het zijn ook niet goede omstandigheden waar mensen onder werken. Als je dat met robots ook weer wat vriendelijker kan maken, dan denk ik wel dat een toekomst heeft. Geen angst. Werkgelegenheid, dat hoort u natuurlijk ook zo heel vaak. Gaan die robots dan niet allemaal ons werk overnemen? Hoe staat u daarin? Nou, dat is een hele reële vraag. Ik denk zeker dat onze banen gaan veranderen en de taken die wij doen, die veranderen. Dat is natuurlijk bij de vorige industriële revoluties ook gebeurd. Precies, niets nieuws. Ja, maar er zijn een aantal dingen die je wellicht aan robots wil overlaten, omdat het veiliger is of omdat het rotwerk is of vervelend of smerig werk is. Maar ja, we moeten daar wel goed over nadenken. Maar dat is echt een rol die je eigenlijk samen met overheden en reguleringsorganen moet afspreken. Ja, en dat heeft u ook gedaan. Daarvoor worden daar dan ook echt afspraken gemaakt? Nou, of is het veel meer praten met elkaar? Het valt, ik wil niet zeggen of het tegenvalt of meevalt, maar die mensen zijn niet per se heel erg goed ingelicht over dat soort technologie. Dus je hebt wel een inhaalslag te maken met elkaar. Van wat kan die technologie nu wel en wat dus niet. Dus de gemiddelde student bij u aan de UT is beter voorgelicht dan de mensen waar u in daarvoor voor mocht spreken? Ja. Oké, mooie conclusie. Ja. Ik wil het niet zo zeggen, maar ik bedoel, het is een inhaalslag te maken. Maar daarnaast is er ook bijvoorbeeld veel regulering nodig. Bijvoorbeeld die auto, die moet gaan remmen. Er vliegt een hert over de weg. Nou, wij remmen en we gaan uitwijken, dat is gevaarlijk. Nou, een auto kan beslissen om gewoon door te rijden, om die mensen te redden. Mm-hmm. Maar ja, soms wil je misschien afwijken. Dus iemand die moet zeggen, hoeveel van die herten is een mensenleven waard? Zijn dat er 5.000? Zijn dat er 5 miljoen? Zijn dat er 5 miljard? Maar wij kunnen die beslissing niet maken. Dat is absoluut waar. Misschien de politicus wel. Dank u wel.